De clubs met de grootste puntenaftrek tegenover elkaar, MVV en AGOVV. AGOVV begon op min 6 en MVV kreeg deze week een 8e punt in mindering. Een beroepszaak tegen de KNVB ging verloren. Daardoor hebben ze nu evenveel punten als hekkensluiter Fortuna Sittard. Grote kans hier voor Damen, de clubtopscorer. Maar die schiet hem hard naast in de 6e minuut. Dan vlak voor rust, Schwiebe met stom balverlies. De overname bij MVV. Taylor staat niet goed opgesteld en dan is daar Boateng. En die zorgt voor de 1-0 in de 45e minuut. En het is alweer zijn 4e goal in 4 duels tegen AGOVV. 1-0 is ook de ruststand. Ruim een kwartier voor tijd dan. Een blunder hier van Evers. En dan is daar invaller Bruinier. Die omspeelt Bulters en zorgt voor de 1-1. Totaal onverwacht, want MVV de betere ploeg tot dan toe. Een paar minuten later is daar invaller Maaien. Die wordt vastgehouden door Verdelle. En Kamphuis geeft rood. Want Maaien was doorgebroken. Evers staat te ver weg. En dus is deze rode kaart terecht. En moet MVV in de slotfase verder met 10 man. Ver in blessuretijd dan. Nog een aanval van AGOVV. Geen buitenspel. En daar is Mulders. Omspeelt Bulters. En dan is daar de 2-1 voor AGOVV. De ploeg van Hans de Koning pakt de 3 punten in de 93e minuut.